Hoi, ik was nog even mijn haar aan het doen. Welkom, leuk dat je weer kijkt naar mijn YouTube kanaal. Hobby moet ik eigenlijk zeggen. Even mijn haar in een klemmetje gedaan. We gaan een Get Ready With Me doen. Everyday look. Beetje geïnspireerd op de nieuwe latte look. Dat vind ik heel mooi. En ik heb wat nieuwe productjes. Her en der. Die we dan kunnen proberen. Dus. Ik ben ondertussen. Sorry. Wat skin tint aan het proberen. Naar aanleiding van mijn collectievideo's. Om te kijken of ik ze allemaal echt zo prettig vind. En of er iets weg kan. Ik ben heel slecht in weggooien. Omdat ik het allemaal zelf betaal. Ik doe even mijn L'Oreal Pore Blurring Primer op. Oké, ik ben gebleven bij de NYX Bare With Me Serum Concealer. En de NYX Bare With Me. Wat is dit? Dit is een serum concealer, zei ik. Ja, dit is de serum concealer. Maar die ik bedoelde was de foundation. Zo. En dan een spons. Hoe gaat het met jullie? Volgens mij ga ik een betere week tegemoet, want het wordt wat kouder. Door de MS voel je gewoon met de warmte. En dat heeft niet iedere MS zo hoor. Maar ik toevallig wel. Oh, kijk. De oogcreme was nog niet goed inge. Nou. Ingetrokken. Soms maak ik woorden ook niet goed af. Ik weet ook niet wat het is. Even een wapper doen. Wat was ik aan het zeggen? Oh ja, de MS maakt niet heel veel. Reageert niet heel goed op de warmte. Tenminste, bij mij niet. En dat zegt niet dat iedereen met MS daar last van heeft. Dat 1000 MS'ers is 1000 klachten. Ik ga een XX Revolution pen gebruiken voor mijn wenkbrauwen.
En dan heb ik mijn Catrice Brow Stick. Nog steeds. Om de even zo lekker. Dan blijven ze ook nog een beetje in model. Fijn product dit. Goed. De Serum Foundation. Een grappig flesje. Je draait dit af en dan is dit een soort pipetje. En ik weet niet eens of die nog verkrijgbaar is hoor. Ik zie helemaal niks. Maar dat gaan we even anders doen. Ik doe het even gewoon zo. Nou, het is een echte serum tint. Het is meer een tint hoor, dan een echte foundation. En ik merk dat je er ook wel flink wat van nodig hebt. En het is niet een heel groot flesje. Oké. Wat zie ik op mijn huid? Ik zie vooral glow. Alsof ik zweet echt. Maar niet heel veel dekking. Zou dat veranderen met een kwast? Sorry. Ja, het is natuurlijk een serum foundation, hè? Dus, maar dit is echt wel hele lichte dekking, hoor. Ik merk dat mijn neus het beste reageert op een spons. Ik weet niet. Ik ga even kijken hoe die draagt. En dan, ik pak even een poeder. Dit is de Essence My Skin Perfector. En een Boozy Shop sponsje. Gaan we even. Deze poeder heeft een soort bananentint of zo, denk ik. Ik wil altijd langs de kaaklijn en dan moet het gewoon lekker mat zijn of droog voor je gevoel in ieder geval.
Het is een mooie poeder, maar het heeft wel een tintje. Niet dat ik het nu erg vind hoor. Het is prima. Het is niet zo dat je gezicht er echt bruin of geel van wordt of zo. Heel klein beetje de wenkbrauwen bij tekenen. Want het is een beetje eraf gegaan. Maar heel makkelijk meten, hè? Vanaf je mondhoek naar je neus. Omhoog, hier moet je wenkbrauw beginnen. Vanaf je zijkant van je neus. Ik kan niet op het woord komen. Naar je ooghoek. Daar moet je wenkbrauw eindigen. En ik heb ronde wenkbrauwen, want ik hou niet van zo'n hoekige. Dat. Goed. Ik heb de Revolution Bronzer. En dan gaan we even wat bronzen vanaf de punt. Zo. En dan moet je eigenlijk eindigen tussen je mondhoek en je. En hier heb ik van nature zo'n deuk. Dus daar gaan we iets boven. En ik wil dan altijd een beetje op mijn neus. Ik heb een hoog voorhoofd, anders hoef je dit niet te doen. Een oogschaduwkwastje in dezelfde bronzer. Er zit een haar aan mijn vinger. Een beetje uitflikken. Als ik al een ooglook doe, dan is dit het. Dus eigenlijk een beetje structuur aan je ogen brengen. Ik heb overhangende oogleden, hè? Dat hooded eyes. En dan zoek ik even een klein kwastje voor de onderkant. Klaar. Op een alledaagse basis is dit het. Ik wil wel een potlood in mijn waterlijn doen. Dit is de nieuwe van Revolution. De. Ja. Streamline eyeliner in brown. En die zijn voor te tightlijnen klaar. Serieus, het pigment niet te doen. Klaar. En ze geven niet af. Ik heb hem ook in een nude. Klaar. Het is echt niet te doen. Even wenkbrauwen krullen. Nee, dat zijn wimpers. Welkom in mijn leven. Dan heb ik de 5D Whip Lift Waterproof van Revolution.
dit is het stokje. Ik heb hem al een paar keer gebruikt. Hij is in het begin een beetje nat. Er zit erg veel product op het borsteltje, dus daar moet je even mee uitkijken. Maar hij is inderdaad waterproof. En lang dragend bij mij. Dat zegt natuurlijk niet dat hij dat bij iedereen is, hè? Maar, oké, deze smudge niet, vleet niet. Ja, doet het bij mij eigenlijk gewoon prima. Is het mijn nieuwe favoriet? Nee, dat niet. Weet je, dat, nou ja, goed. De potloden van Revolution zijn nieuw en die zijn echt, nou, die mascara trouwens ook, en die zijn echt geweldig. Goed. Ik heb van de week even wat zitten uitzoeken qua lipliners. Oh, ik verdraai gewoon de telefoon. Ja, zo. En ik heb deze, hier had ik een dubbele van. De Plumping Lip Liner van Catrice. In de kleur 110 Understated Chic. Chic understated, kan ook. Dus ik dacht, laat ik die maar een keer gaan opmaken. Ja, jullie kennen het wel, hè? Hier overlijnen, hier overlijnen, hier gewoon je lip volgen. Deze kant van mijn lip loopt boller dan die kant. Hier een stukje om die lip. En dan hier weer gewoon je liplijn volgen. Voor een nude is die iets te oranje naar mijn smaak. Dit is een Catrice lipstick uit die... Zo. En dan even een dewy setting spray. Deze is van Revolution. En dan gaan we weer even wapperen. Oké, dit is mijn everyday look. Latte geïnspireerd. Ik gebruik alleen maar bruintoon. Ik gebruik dan ook geen blush, helemaal niks. Ik vind het helemaal geweldig zo. Dit is een beetje everyday. We gaan naar de supermarkt. In en om het huis. Nou. Maar ik zou dit ook dragen
koffie drinken, lunchen. Eigenlijk met alles wel. Wat vinden jullie van? Het ziet er allemaal heel natuurlijk, heel mooi, heel gewoon, relaxed uit. Dat vind ik het woord. Het ziet er heel relaxed uit. Ik had nieuwe lippenstift om te proberen. Nou ja, de volgende keer. Zal ik het nog een keer proberen? Nee, ik laat het zo. Die lippenstiften die komen wel. Er komen nog genoeg. Er komen hele leuke video's aan. Dennis en ik hebben een weekend weggeboekt naar Frankrijk. Dus we gaan make-up inpakken om mee te nemen. En ik ga daar natuurlijk naar de Sephora. Dus we gaan een shoplog daarvan krijgen. Ik heb nieuwe Dior producten. Die waren heel erg geweldig. Dus er komen nog wel nieuwe aan. Maar volgens mij is jullie volgepland. En dat geeft niet. Want jullie zien dit waarschijnlijk als allerlaatste in de maand. Maar er komen in augustus nog hartstikke leuke video's aan. En bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Doei!